Bij de Drevenale Riksel is afgelopen zaterdag de voormalige skateramp van Mariehout herplaatst. De skateramp stond eerder op het Oranjeplein in Mariehout. Ja, daar staan we dan. Half 5 deel 2. Aarle Skatedorp. 21 jaar na de bouw van de eerste ramp die je achter de nieuwe ramp ziet staan. Die 21 jaar geleden gemaakt is. Ook door ons, ontworpen door Paul en Bart de Jong en mijn broer en nog veel meer skaters. Want er zijn heel veel skaters en BMX'ers in Aarle Riksel. Vroeger hadden we een mini-ramp, die stond nog bij de Sugar Hills, de trails, de crossbaan, ook in Aarle Riksel, waar jaarlijks heel veel gebruik van wordt gemaakt. Daar stond een ramp, een halfpipeje. En op een gegeven moment moesten we daar weg, te veel hangjeugd. Toen zeiden we, de jongens die moeten een nieuwe plek hebben en die is hier gekomen. Maar toen hebben we een skatewerkgroep opgestart. Skatewerkgroep Laarbeek. Dat is 21 jaar geleden. En toen, wat de gemeente wilde is dat we zelf ook in ieder geval daadkracht uitvoerden. En toen zijn we een werkgroep gestart. En wat hebben we toen gedaan? Marsen verkocht. Marsen. En Snickers. En M&M's. En dozen. Dan gingen we overal langs de deur om geld in te zamelen als mannekes. Ja, maar we willen heel graag een skateramp hebben en ja, we moeten toch iets voor doen, de jeugd. Dus toen gingen we deur aan deur om te laten zien aan de gemeente dat we initiatief hadden van we willen vooruit. En de gemeente Laarbeek heeft er goed bij meegeholpen. En we zijn daar bezig geweest en hebben geld ingezameld. En toen is het project begonnen. De ramp is toen ontworpen en uiteindelijk hebben we die ook zelf gebouwd. En toen gingen de skaters hier weer volop aan de gang. Dus het is helemaal een eigen ontwerp. En niet heel veel later daarna vonden de andere dorpen in Laarbeek, die wilden ook graag een skateramp. Dus ze zijn er door heel Laarbeek zijn er verschillende skateramps geplaatst. En onlangs is ons ter oren gekomen dat op Mariehout het plein werd gerenoveerd. Dat is al een paar jaar geleden. Maar daar stond dus de ramp die we nu aan het bouwen zijn. Dankjewel Mariehout daarvoor. Hey, die is op de gemeentewerf beland, want er werd daar te weinig gebruikt en er was niet genoeg animo meer voor. Dus de ramp is afgebroken. Daar hebben wij te horen gekregen dat die al heel lang op de gemeentewerf lag, eigenlijk te vergaan. Ja, daar konden wij als echte skaters, als Aarle Rikselnaren niet mee omgaan. Dus we willen die hebben en mochten we hem hier gaan bouwen. Ja, de gemeente Laarbeek heeft ook een stoepje gelegd, zorgt dat alles ondervlak gewoon vlak is. Ze hebben gezorgd dat ze ook de ramp hier toe kunnen komen geplaatst door een aannemer. Het is een leuk initiatief en dus ik hoop dat de jeugd weer gaat skaten en weer lekker beweging zijn. Want het beste medicijn is een beweging zijn. En buiten zijn. Hè? En buiten zijn. En we zijn dan met vrijwilligers hier die vroeger skaten, maar nog steeds zit er skategevoel in je. Hetzelfde als fietsen, dat verleer je ook niet. En dan wil ik graag hebben dat weer de volgende generatie weer aansluit om lekker te gaan skaten. Wordt deze in gebruikname nog feestelijk ingezegend? Ja, ik denk dat we er wel iets aan vast moeten plakken. Daar hebben we nog niet over nagedacht. We gaan hem eerst maar eens bouwen, want hij is toch nog niet helemaal in goede staat. Maar je ziet, er zijn veel handen maken lichtwerk. Kijk. En we gaan hem helemaal mooi veilig en recht trekken. Ja. En dan hangen we nog wel een opening aan. En het liefst willen we hem nog helemaal mooi decoreren met artwork. Daar hebben we ook onze specialisten voor. Dus dat hij ook gewoon mooi inblendt in de omgeving. Dus, het wordt fantastisch volgens mij. Ja, zeker. En zien skaten doet skaten, hè? Juist, gas erop!